Derby County en de FC Utrecht. Het project Utrecht, want zo wordt er van gesproken, is opgezet door vier partijen die al enkele weken met elkaar in gesprek zijn. Partij 1 is het duo Cruijff-Bruinslot, dat bij de nieuwe club verantwoordelijk zou zijn voor de voetbaltechnische zaken. Voor de organisatie, het organisatieadviesbureau McKinsey & Partners, waarvan oud-milieuminister Winsemius de belangrijkste vertegenwoordiger is. Het adviesbureau voor marketing en PR, Winkelman en Van Hessen, zou verantwoordelijk zijn voor het aantrekken van sponsors. En de vierde partij, het kantoor van de advocaten en belastingadviseurs van Star Bosman en hoofd Graafland. Daarvan zijn de twee belangrijkste vertegenwoordigers het duo Van Wens en Villet. Erik Villet dus. Het project zou toepasbaar zijn op elke voetbalclub en in principe is gestoeld op twee hoofdzaken. Het openstellen van de grenzen binnen de Europese gemeenschap in 1992, waardoor er echte Europese topclubs zouden kunnen ontstaan in de zin van 3 Italianen, 2 Engelsen, 4 Denen, 2 Nederlanders, zoiets. En het op termijn creëren van een zodanige bedrijfsstructuur dat men met de voetbalclub naar de beurs kan. Mag ik 43 aandelen FC Utrecht van u? Zoiets moeten we ons daarbij voorstellen. Het grootste probleem om deze plannen bij Utrecht nog voor het komend seizoen te realiseren is het aantrekken van spelers die samen een concurrerend team kunnen vormen. De spelers die Cruijff voor ogen stonden zijn voor het komend seizoen al contractueel gebonden in de meeste gevallen. Hoe dan ook, een ambitieus plan. Hoe leeft deze zaak bij de club waar het allemaal zou moeten gebeuren? We waren vanmiddag bij de wedstrijd FC Utrecht Haarlem. Ik ken erbij, zou je hem aanschaffen? Want Jan Bergen presteert hier ook zo weinig. Ik juich het me van harte toe. Ik zie het niet zitten dat hij komt. Helemaal niet. Het is een hele goede zaak voor het Nederlands voetbal, dat hij in Nederland blijft. Dat is echt een hele goede zaak voor het Nederlands voetbal. Een jaartje voor de top meedraaien, maar daarna zak ik het toch in elkaar. Simpel zat. Ik zou toejuichen als hier een topclub komt, maar wel onder FC Utrecht dan. Onder de naam FC Utrecht. Ik vind het slecht. Dank u wel. Slecht idee, man. De indruk die ik langzamerhand krijg, is dat er morgen of overmorgen een bus met spelers hier staat. En dat wij dan ja moeten zeggen. Nou, zo is het bepaald niet. Wij hebben geen enkele toezegging gedaan. We hebben alleen gezegd dat het plan op zich ons wel aantrekkelijk voorkomt. Maar dat wij natuurlijk ook wel een paar voorwaarden in zullen vullen. En dan bedoel ik daarbij niet voorwaarden welke spelers wel of niet mogen komen. Maar het voortbestaan van FC Utrecht. Ook na de periode, want we praten over een 5-jarige periode met het consortium. Of met de NV Cruijff, hoe het ook mogen heten. Maar na die 5 jaar moeten wij ook doorbestaan, voortbestaan. En het mogen duidelijk zijn dat de naam FC Utrecht, de stichting en de clubkleuren, dat dat allemaal moet blijven. Er zijn ook nog een hoop mensen die gedacht hebben dat het om een 1 april grap ging. Maar ja, zoals van de week is dat natuurlijk eigenlijk het enige onderwerp van gesprek. Hoe werkt dat daaruit? Ja, ik moet zeggen dat tot nu toe in de resultaten is het eigenlijk zo geweest dat dat nogal meegevallen is. Maar er zijn natuurlijk toch een hoop jongens die daar wat onzeker door worden. Ja, als je dus namen leest, er stond van de week in een of ander blad een lijst namen. Ik geloof dat het er wel 25 waren. En dat er nog 1 of 2 spelers dan bij godsgratie zouden mogen blijven. Dan kun je natuurlijk toch wel voorstellen dat met name voor de spelers vervelend is. En de consequentie voor jou als Cruijff zou komen? Ja, ik moet dat dan maar eens rustig afwachten. Als het zover komt, dan neem ik aan dat er toch nog wel eens even over gepraat wordt. Want meneer Cruijff die komt dus hier bij mijn club binnen waar ik werk en waar ik een contract heb. En het initiatief gaat van zijn kant uit. En dan wil ik dus gewoon dan wel eens horen wat mijn rol in dat geheel zou moeten zijn. En anders? Ja, en anders dan zal ik zelf daar mijn consequenties uit moeten trekken, hè, zoals dat heet. Wat mij niet zint, en laat ik vooropstellen dat ik dat niet verkeerd bedoel. Ik vind de tumult om deze zaak heen langzamerhand aan de andere kant geboren. Als ik nogmaals Erik Villet van alles hoor zeggen op de televisie waar wij helemaal niks van af weten. Ik vind dat niet netjes. Ik vind dat je als partners met elkaar een informatiestroom op gang moet houden. Dus ik kan me ook nog wel voorstellen dat wij voor enige verrassingen kunnen komen te staan. In welke vorm dan ook, waarin wij dan af zullen haken. Johan Cruijff zal uiterlijk woensdag gaan meedelen waar hij in het komende seizoen wil werken. We zijn toen...